Hallo. Leg je daar goed? Mm-hmm. In de watermeloen. Goedemorgen, middag. Hoe laat is het? Middag zeker, hè? Waar is met mijn borsten? Oei. Goedemiddag, het is denk ik 12 uur. Ik zal eens checken. Ah ja, al 12:30. We hebben heel vanmiddag bij het zwembad gelegen. Hier is het zwembad, daar is Anaïs en mama. En het zwembad in zijn watermeloenen is Geert. En papa is hier aan het praten met Amerikanen over president Trump. Wat dat ze ervan vinden dat dat een nieuwe president is. En de mensen hier dachten dat Anaïs en ik tweelings zijn, dat we tweelingzussen zijn. Terwijl ik 8 jaar ouder ben als Anaïs. Dus ik weet niet of dat een compliment is voor mij dat ik er 18 uitzie. Of Anaïs dat die er 26 uitziet. Maar we lijken wel op elkaar. En we hebben allebei ook zo'n ding op zo'n strandje op ons hoofd. Ziet hem eens chillen, zalle. Op zijn watermeloeneke. Alleen mijn watermeloeneke. Het waait trouwens echt heel hard vandaag, maar dat doet keiveel deugd, want het is super heet in de zon. Dus dat windje doet echt goed. En mijn bikini trouwens van vandaag is van Gooseberry Intimates, maar dan de swimwear collectie ervan. Yummy, yummy, yummy. Fruitjes. En ik heb lactose en glutenvrij ijs. Yes. En we hebben nog meer. Kokosnootwater. Wij zijn net gaan shoppen. Ik heb al heel wat gekocht. Ik zal even laten zien wat ik allemaal heb gekocht. Als eerste ben ik bij Charlotte Russe geweest. Dan heb ik dit kleedje gekocht. Sokant met een beetje open van voor en de rug is helemaal open. En dat was maar $7, dus ik dacht, dat neem ik mee. Dan heb ik deze slippers gekocht, deze sletjes. Die vond ik echt super schattig en dat gaat kei mooi zijn in Ibiza of zo. Het zijn echt zo kleuren voor in Ibiza. Of in Marbella, want daar gaan we ook nog naartoe, dus ik kan het daar ook aan doen. Dan heb ik dit blouseje gekocht, zo'n off-the-shoulder top, met kant van onder en een strikje hier opzij. Dan heb ik ook nog dit gekocht, ook bij Charlotte Russe. Dit was ook maar $12 denk ik. Zo'n weer off-the-shoulder top met brede remoutjes. Dan heb ik nog bij Victoria's Secret geshopt. Als eerste heb ik, het zit een beetje in de knoop, maar deze BH gekocht. Ik koop altijd die met de voorsluiting en zonder padding. En deze zitten super goed. Dus dat zijn zo t-shirt bras en die koop ik dan buiten de kanten bras die ik heb voor zo alledaags. En dan deze is ook zo'n t-shirt bra. Gewoon een grijze voor alledaags onder een blouse. Dan heb ik gratis gekregen, omdat ik zoveel had gekocht. Allee, mijn mama. Want ik heb dit als mijn verjaardagscadeau nog gekregen van mama en papa. Dus dank u mama en papa. Deze waterfles. Kei mooi. Ik drink graag uit waterflessen. En deze witte sokken met streepjes kleuren. Ook super schattig. Heb ik nog gratis gekregen bij mijn sporttrui. Deze toiletzak. Ook wel super tof voor mijn make-up. Dan heb ik onderbroeken, lichtpaars, iets met dit, zo eentje met palmboompjes en ene die bij de BH past, dus dat zijn de onderbroekjes. Dan heb ik dit gekocht om te slapen, zo'n slaappakje, dat was kei schattig, dat was echt super cute. En dan heb ik deze gekocht. Dat is zo'n een sweater gewoon. En vanachter staat dan Victoria Sport. Dan heb ik deze gekocht. Die had ik al bij Celine gezien.
En ik zag die nu ook hangen. Ik vond die wel leuk. Een wit golfje gewoon. Met een grijze streep. En hier staat dan pink. En dan heb ik nog, ik wou zeggen als laatste, maar het is niet helemaal het laatste. Deze jogging gekocht. Een lichtblauwe broek. Met opzij pink. En dan ook zo'n crop sweater. In dezelfde kleur. Zo ziet hij eruit. Die is zo meer baggy. En op de kap staat dan ook pink. En dan als allerlaatste ben ik bij Bath & Body Works geweest. En daar heb ik een kaars gekocht. Ik koop daar altijd een stuk of 5 kaarsen of zo als ik op vakantie ben in Amerika. Omdat die ruiken zo lekker en heel mijn huis ruikt er dan naar. En dit is de White Barn Fresh Cut Lilacs. En die ruikt echt naar, hoe noemt dat? Shit, nu ben ik het vergeten. Zo die witte bloemetjes. Ja, ik ben het vergeten. Ah, meiklokjes, dat was het. En hij ziet er zo uit. Ik vind die ook wel mooi, zo wit marmer. Dus dat past keigoed in het huis. Oké, dat is alles wat ik heb gekocht. Over naar de rest van de vlog. Wat ik trouwens nog vergeten was, we zijn gisteren ook heel even gaan shoppen, maar gewoon hier in de buurt. Ik zie trouwens echt rood, ik ben al verbrand hier. Maar deze short heb ik nog gekocht gisteren. Die vond ik ook wel super tof. En dit kleedje, ik ga het zo laten zien. Waar ga ik het leggen? Hier. Ja, dat gaat je kei moeilijk zien zo, maar het is zo van onder en dan zo. Met zo'n cut-out mouw precies. Het is kei schattig als het aan is. Het is echt een schattig kleedje. Dus dat heb ik ook nog gekocht. En deze strandtas. Omdat ik mijn strandtas vergeten was. En deze slippers. Met flamingo's. Omdat ik mijn slippers ook vergeten was. Dus dat is het denk ik. Ik ga mijn zonnebril trouwens aan doen. En het is donker aan het worden. En? Lukt het? Geert is voor de, eerste keer in zijn leven aan het koken. Ja, maar ik word begeleid, hè. Je wordt begeleid door papa, die heel veel kookt. Voilà. En wat eten we? Pasta met broccoli en anchovies. Niet voor mij, want ik lust dat niet, anchovies. En pasta met asperges en spek. Pancetta. Pancetta, sorry hè, pancetta. Yummy! Yummy. Maar die is beter. Yummy. Broccoli is echt top gesneden. En beetgaar. Mm-hmm. Niet gestoomd, maar toch beetgaar. Top, top. Niet te plat. Hij is echt goed. Nu gaan we blind getrouwd kijken, want ja, Annelies wil dat heel graag kijken. We zijn kei wazig. Oké. Blind getrouwd is gedaan. Het was heel mooi. Het was de laatste aflevering. En nu ga ik slapen. Geert is al in bed, al 10 minuutjes of zo. Want die kijkt geen blind getrouwd. Dus die vond dat heel saai. En nu ga ik ook slapen. Dus slaap wel iedereen. En tot de volgende vlog. Dag!